Goed, dames en heren, jongens, meisjes. Vandaag zijn we bij een nieuwe aflevering van het Verstoppertje met 99 kijkers. Dit keer 75, maar toch, we zien ze allemaal gaan. En ik moet zeggen, als je heel goed kijkt, is het een best groot plekje waar mensen kunnen verstoppen. En daarom ben ik ook echt benieuwd wat voor zieke verstopplekken mensen gaan doen. Als ik ben geland, krijgen jullie 1 minuut de tijd. En ik ben nu geland en de 1 minuut gaat in. Oké, we moeten even snel wapens fixen. En dan kunnen we na die minuut gewoon lekker doorpushen. Gaan we kijken of wij zo snel mogelijk die mensen kunnen vangen. Maar als je kijkt, ja, ze kunnen achterin zitten. Ze kunnen voorin zitten. Dit wordt oprecht nog... Oké, dit is wel leuk, want het zit in de cirkel. We zitten in de cirkel en dat betekent dat het nog moeilijker wordt voor de mensen die verstoppen. Want ze moeten dus blijven zitten. Ze krijgen geen nieuwe kans. Onthoud, jongens. Je hebt nog maar 8 seconden voordat ik kom. En anders is het helaas pindakaas. 3, 2, 1. Oké. Wat is deze George SMG dan? Ze moeten dus landen in Centerry. En de eerste is dood gegaan. Voor alle sporkplug skins. Let eens even op. Bro, wat is het voor... Wat is het voor wapen? Code mayonaise. Nee, nee, nee. Code Jordi. Big shout aan iedereen die Code Jordi gebruikt in de uitzending, dames en heren. Gebruik je hem ook. Je bent de grootste legende ooit, jongen. We hebben de eerste 2 mensen al gekild. We moeten nu gewoon lekker gaan doorpakken, man. Bro, ik zie oprecht geen mensen. We zijn op dit moment Centerry ingelopen. We zien ook hij. Ja, ja, sweaters. Helaas, bro. Het is heel verdacht. Kijk, het is soms best wel slim om naar plekjes te gaan waar ik al ben geweest. Want ja, wat is de kans dat ik dan nog een keer ga komen? Maar ja, het is weer geëdit. Oh, maar deze. Ja, bro. Wat doe jij? Ja, Delano, bro, wat zonde. Hij edit dat, ik had hem alles nooit gezien, ik zweer. Alleen hij edit dat ding weer. Ja, waardoor ik het natuurlijk gewoon kon zien. Ja hoor, ja, dit is heel dom. Mensen lopen hier gewoon in gebied. Justin is maagd. Zonde, bro, zonde, zonde, zonde. Ja, we zien hier volgende guy. Jongens, niet zo slim, hè. Dit is niet zo slim. Dit is niet zo slim. Wie hebben we hier? Ja. Anonymous, nog eentje. Huppatee. En hier hebben we nog één. Lucky Land, Thijs, Exis. Oké, dan gaan we snel. Mensen hebben op dit moment niet de goede verstopplekken nog. Er zit hier iemand in. Ja, bro, je maakt jezelf heel kenbaar. Dit is niet zo slim. Ja, dit is zonde. Hè? Oh, hier. Oké, bro. Bro, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens. Als jij voor mij mini shield, een shield pot of een medkit pakt, dan mag je blijven leven. Maar man, ik zou heel snel verstoppen. Verstop je. Hij popt gewoon minis voor mij. Oh, maar jongens, wat geniet ik hiervan? Het zit gewoon in de cirkel. Dit is perfect, man. Dit is echt perfect. Kijk, ik ga zo eens met ze in de bush zitten. Nee, niet. Besef, niet eens in de bush gaan zitten. Deze dan wel. Ja, er zijn altijd mensen die voor de bush gaan. Altijd. Jurre, jongen, het spijt me, maatje. Ik hoor een guy boven mij. Oh, ja, zonde, bro. Ferrantie ook dood. Waarom hoor ik nog iemand? Oké, we doen een pickaxe battle tussen jullie twee. Pickaxe battle. Wie wint hem? Wie wint hem? Oh, wie wint hem? Steven, Steve en Arne 038 wint hem. Kies snel een verstopplekje, maat. Hier op zich mogen mensen ook nog wel komen. Dit is op zich al een redelijk gebied. Die bush zou ik in principe wel afraden. Hé, hey, deze 64 mensen verstoppen zich crazy. Ik zweer. Hoe dan? Ja, een bush. Zou die Jurre heten? Oh, hij wil een knuffel. Big shout-out naar deze guy. Ja, wie heet, hoe heet die? Joey. Joey en Jurre. Dat zijn precies de namen die in de bush gaan zitten. Maar wel dikke shout-out naar hun, man. Echt big shout-out. Dat zijn wel echt een strijd, ik zweer. Gewoon een knuffel, je weet toch? Oké, maar dit wordt wel spannend. Waar zitten mensen? Dit kan toch niet? Hoe kan ik 63 mensen over het hoofd zien? Ja! Nee, joh! Jij hebt de ziekste verstopplek, Blaze. Yo. Hé, hey, maatje. Gekke kaas, dit is die jongen. Ook vooral... Val uit de boom. Waar is hij? Ja, die gaan we niet laten leven. Die gaan we niet laten leven. Keur die gamer L toe. Helaas, bro. Degene die in de boom zit, wil die eruit komen? Even. Oh, er zijn 2. Wacht, kom eens met z'n tweeën. Kom eens met z'n tweeën. Degene die als eerste een enemy vindt, die mag blijven leven. Oh, shit. Oh, shit, nu ben ik ze alle 2 kwijt. Shit. We blijven in de cirkel, dames en heren. We zitten nog keer in de cirkel. Dit was niet slim. Ja, dit was niet slim, bro. Ja. Wat zielig. Tenzij jij mij 50 EOR ammo kan droppen, dan laat ik je leven. Nee, hij heeft het niet. Hamzy, het spijt me, bro. We blijven in Centerry. Centerry. Hoe kunnen er nog 59 mensen leven? Wacht, hier ben ik zo net toch ook al langs geweest? Heb ik jou gemist? Oké, bro, je hebt mijn respect gekregen. Wie ben je? Kom eens, kom eens. Ik hoop dat je anoniem wordt aan het staan. En iedereen die deze video ziet, die nu kijkt, moet of zijn naam moet hij of zij typen. Lastige naam. Typ maar Huts in de comments voor deze guy. Big shout aan Huts. Nee, je gaat me toch niet zeggen dat mensen nog steeds in boetjes gaan zitten. Jullie krijgen nog 20 seconden. Dan heb je Centuary overleefd. Wie overleeft Centuary? Oh, nee. Hij heeft nog 7 seconden. En hij overleeft het.
niet. Wat was dat? 2 seconden 1. En jullie mogen allemaal moven. Move naar de volgende cirkel. We hebben 57 mensen het overleefd. Bro, ik ben confused. Er staan gewoon nog meer mensen hier. Oké, move naar de volgende cirkel. Oké, als de timer rechtsboven op 30 seconden staat, dan is het helaas pindakaas. Maar degene die dat ziet, kill ik weer gewoon. Dan gaat het weer gewoon in. Dus over 5 seconden heb je nog 30 seconden. Nog 20 seconden. 3, 2, 1. En we gaan weer van start. Het is officieel weer begonnen. En ik mag iedereen weer killen die ik tegenkom. Ik moet wel een beetje oppassen voor Storm Church. Bro, kom eens. Ja, ik moet eigenlijk mensen killen. Dus sorry, Delano. Er is hier wel gebouwd door die bomen. Vertrouw ik dat? Nee. Moet ik het skippen? Ja, misschien wel. Wie zien we daar? Demi Sheppe. GG's. Zit hier niemand in? Nee. Bro, ik zie jou amper. Milan, bro. Het was echt een goede verstopplek. Ik zag jou echt amper. Maar ik hoorde net al iemand. Dus er moest iemand zijn in de buurt. En dat was toevallig Milan FN. En mensen gaan vaak een beetje op de randje van een cirkel zitten, hè? Zoals deze guy. Zoals deze guy. Anonymous. En hier nog een guy. Official Sam. En... ik zie je niet, bro. Nee. Ik zie je niet. Nee, joh. Zonde, bro. Helaas, Anonymous. Oh, jongens. Helaas. En wie hebben we hier? Sirier en Swenderman. Helaas, boys. Oké, ik moet wel een beetje opschieten met mensen kennen. Ja, wie zien we daar? Wie zien we daar? En ineens Bush ook. Huh? Oh, hij rent voor zijn leven. Smoortai, wie hebben we daar? Sam de Ruiter. Het gaat niet snel. Het geht on, zoals ze in het Fries zeggen. Want ik zie daar ook nog iemand. Wie hebben we daar? Oh, ja. Dit is zonde. 44 man. Oké, nu moeten we 44 man zoeken. Ik hoor hier gekraak. En dat is helaas voor Levi. Altijd stilzitten, jongens. Hier zit niemand meer. Ik zie daar aan de overkant met ze lopen. Gaat er iemand dood? Het is Wesley die doodgaat. Oh, het wordt nu zo spannend, dames en heren. 42 man. Jantje is ook dood. Die zat aan de viben. Die denkt, ik ga niet gezien worden. Helaas, Jantje. Ja, jij hier in het huisje. Kom eens. Oh, wat? Wat? Bro, er gaan 6 mensen uit die wc. Ray gaat dood. Ja, nu moet je echt goed verstoppen. Nu is het een kwestie van goed verstoppen. Reginus is de eerste. Sammy Boy is de volgende. Bro. Nee, niet zo toch. Yo, maat. Bro, heb jij iets voor mij? Heb jij ammo voor mij? Helemaal niks. Dan moet ik je killen. Ja, sorry bro. 070. Ik weet niet waar je vandaan komt. Volgens mij is dat Amsterdam. Maar sorry bro. 37 mensen. Helaas. Thomas en Rune. Ik moet 4 mensen killen. Ik moet even 4 mensen killen. Dat is helemaal niet heel moeilijk. Omar dood. Luc Pro dood. Kijk, nu nog 2 mensen killen. Je mag niet in auto's moven. Je mag er wel in zitten. Boys, ik word gewoon gesniped. Let's go! Took de L, bro. Je took de L. We hebben hier JP gaat dood. De Griever hebben we dood. Oké, 27 man. Oh, wat zielig voor hem. Mark, sorry, bro. Sorry, bro. Oh, hier ook. Pelle Bastiaan. Sorry, bro. Oké, nu wordt het heel spannend. Dit is bizar. 24 man. Ik krijg zelfs een medkit. Arne, helaas. Nee. Nee, dat kan niet. Wie hebben we daar? Fabian. Bro, als je dit overleeft, heb je gewoon geluk. Jij daar, jij daar. Ga voor 10 seconden in de cirkel. 10 seconden. 3, dit kan niet. 2, 1. Dit kan niet. Hoe? Je mag niet bouwen. Je mag niet bouwen. Kom maar eens. Yo bro, Veter, oh dit, holy shit. Janino Buke, GG's, Code Dynamite, let's go. Oei yo, Junior. Bro, Chris DB. Bro, ik kan iets doen wat heel vies is, maar dat ga ik niet doen. Rizio, Boris, de Egel. 9 mensen live. Oh mijn god. Shrek is dood. Pampy is dood. 69 hit. Fantastisch. Genieten. Heerlijk. Alright, let's go. Alright, kom op. Kom op. 4 mensen. Oké, boys. Kijk wat ik doe. Kijk wat ik doe. Let goed op wat ik doe. Er zijn nog 3 mensen levend. Succes. Ik heb wapens. Je mag killen. Wie wordt het? Wie wint het? Wie wint? Hij killt mij. Wie wint? Ja. Yeah.
Avatar Fam heeft gewonnen. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer op mijn kanaal met het belletje aan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Dames en heren, de groeten.